Oké. Als burgemeester werk je voor een stad. Als minister werk je voor het hele land. De impact die je kan maken is enorm, is vele malen groter. Het is eervol en het is prachtig werk om te mogen doen. Sommige collega's waar ik zo ontzettend fijn mee heb samengewerkt. Om te werken voor die stad en die mooie dingen te realiseren. En ik heb nu nieuwe collega's, een geweldig team om me heen. Ook dankbaar voor. Dus ik voel ook dat ik in een warm bad ben gevallen. Ik heb mijn periode gehad dat ik alles draaide van Nina Simone, nog steeds. Dat moest ik dan horen. Maar ik merk de laatste tijd dat ik in de vrolijke bui kom van de chansons. Ja, een goede chanson maakt mij gewoon ongelooflijk vrolijk. Ja, laatst heb ik weer het hele oeuvre van Stromae gedraaid. Ja, maar ik vind eigenlijk zijn voorganger, ik ben even aan het zoeken, Brel, Jacques Brel. Ja, briljant. Ik vind kracht. We kennen allemaal van de dijk, de stad Amsterdam. En we kennen het nummer niet van Brel, wanneer hij over Amsterdam zingt. Fantastisch nummer. Er zit zoveel explosie en energie en kracht. Daar hou ik dan van. Ik vind excuses zijn belangrijk. Niet alleen voor mij, een hele grote groep mensen. Voor mij persoonlijk vraag je. Ik hoef maar 3 generaties teruggegaan en we zien familieleden die tot slaaf gemaakt zijn geweest. En op plantages hebben gewerkt in Suriname. Mijn vader bijvoorbeeld kwam aan met de boot vanuit Suriname eind jaren 50. In IJmuiden, in Velsen. En 50 jaar later was hij in datzelfde IJmuiden, in hetzelfde Velsen, waar ik toen, zijn jongste zoon, burgemeester werd. En een mooie cirkel is dat geweest. Ze zitten daar voor het eerst voet aan land. En wat ik eigenlijk aangeef is, die geschiedenis is geschiedenis. Hij heeft wel degelijk iets achtergelaten binnen de familierelatie. En dat respecteer ik. En dan breng je toch het gedeelde verleden en de gedeelde toekomst samen. Niet alleen als persoon, ik denk ook als bestuurder, als minister. En daarom vind ik het zo mooi dat het nu onderdeel is, ook van de geschiedenis van ons land. Ik vind het kracht hebben. Een minister-president die op een bepaalde plek en een positie iets uitspreekt. En diverse leden van het kabinet die over in andere delen van overzeese gebieden aanwezig zijn om eventueel toelichting te geven. Dat is kracht. Laat je zien dat je er ook bent. Het verleden werkt altijd door in het heden. En dat kan je niet los van elkaar zien. Het werkt door in onbewuste en bewuste uitsluitingsvormen. Heb daar oog voor. Zie dat. Leer elkaar kennen. Ja, en doe de moeite om elkaars geschiedenis te begrijpen en elkaars samenleven te begrijpen van nu. Want dan ga je lijnen zien en verbanden zien. Nee, doe die moeite. Het is echt. Dan ga je makkelijker met elkaar en samenleven. Hoppakee. Ik ben ooit begonnen als klein jochie. Vond ik glas en keramiek fantastisch. En ik heb me alleen maar gespecialiseerd in Nederland. Je hebt bijvoorbeeld de keramist van der Hoef. En die vond ook dat de schoonheid van het aardewerk wat hij maakte moest ook beschikbaar zijn voor zeg maar de gewone man en vrouw met een lage beurs. En daar werkte hij voor. En dat is van een schoonheid, dat is fantastisch. Nou, daar gaat mijn hart van kloppen. Ook het verhaal wat erachter zit. En eigenlijk de schoonheid van het keramiek of het glas is tijdloos. Ik heb veel ouders gesproken met uit huis geplaatste kinderen. Die hebben mij ook uitgelegd wat het met ze gedaan heeft. De impact op het gezin zelf, op het moeder zijn. Moeder als voorbeeld. Ik heb dat meteen op het netvlies. Het verdriet wat er was, het onbegrip wat er was overkomen. En dan denk ik van, verdraaid, ons stelsel moet echt even die menselijke maat. Daarom ben ik zo trots op het coalitieakkoord. Dat de mens ook centraal staat. En ik probeer dat maar ik doe dat ook in mijn werk. Ik redeneer vanuit die mens en die mensfactor. Heel belangrijk. Toegang tot het recht betekent dat Nederlanders allemaal moeten weten van er is voor mij in een situatie van een conflict of een incident of een probleem de mogelijkheid dat ik hieruit kan komen met behulp van het recht. Je moet niet onnodig willen juridiseren, maar als je ook een slecht laag inkomen hebt. Ja, of de taal niet machtig bent. En je woont in dit land. Dat je wel degelijk bij conflicten de weg kan vinden van verdraaid. Hier sta ik voor mijn zaak. Of dat nou tegen de overheid is. Of een grote multinational.
of je buurman of je wooncorporatie. Je moet je verhaal kunnen doen. Ik denk dat we dan rond zijn. Bravo, dan ga ik rennen naar de BWO.